Yo, what's up guys? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag hebben we de F1 22 Frankrijk / Paul Ricard setup en race video voor jullie op programma. Vorige week helaas geen Oostenrijk. Dat had alles mee te maken dat ik zelf in Oostenrijk was dat weekend. Ik heb er fantastisch van genoten. Helaas geen overwinning voor Max, maar wel een prachtig weekend achter de rug. Maar ik heb daar een mooi pet op gepikt. Je ziet hem hier alvast. De Max Verstappen fans zullen me dat niet in dank afnemen. Maar het is wat het is. En daarom gaan we ook vandaag met dit petje in de auto van Lewis Hamilton het circuit van Paul Ricard verkennen. Dat doen we dus met een kleine setup van tevoren en een sprintrace daarna om te kijken hoe de setup het houdt. Het gaat hier dus om een race setup en niet om een quali of time trial setup. Hou daar rekening mee. Dit is een setup waarmee je dus lang mee moet kunnen gaan met je banden. En hopelijk een raceoverwinning in de wacht weten te slepen. Laten we snel naar het circuit gaan. Welkom op circuit Paul Ricard. En het is toch wel een circuit die niet bij iedereen hoog in het favorietenlijstje staat. Ik moet zeggen, het is ook absoluut niet mijn favoriete circuit. En zeker wanneer je dan krijgt te horen dat we volgend jaar waarschijnlijk geen Spa-Francorchamps voor onze kiezen krijgen. Maar wel dit circuit, dat doet dat natuurlijk heel erg pijn. Het is wel een bijzonder circuit, want het is een bijzonder circuit doordat het grote, lange rechtstukken natuurlijk heeft. Het heeft ook medium tot high-speed corners, maar ook hele lage snelheidsbochten, waardoor je toch een auto moet hebben die redelijk gebalanceerd is en al deze dingen goed kan doen. Maar absoluut geen topsnelheid mag vergeten doordat het lange rechtstuk gekoppeld is aan een DRS. Gaan we snel kijken naar de setup. Maar voordat we gaan beginnen met racen, kijken we uiteraard nog heel even naar de race setup. En die is als volgt. Zoals ik al zei, we moeten hier met een relatief lage downforce setup rijden. En dat heeft simpelweg mee te maken, zoals ik al zei, dat het lange rechtstuk gewoon erg gevaarlijk is met die DRS. Om hier te veel tijd te laten liggen. Het is zeker ook de plek waar het meeste ingehaald wordt. Dus runnen we hier met de 1420. Transmission staat op on-throttle 80%. Zodat we aardig wat snelheid houden in de medium speed corners. En de off-throttle op 55%. Suspension min 2.6, min 1.3, 0.05 en 0.20. Een beetje de standaard wat we dit hele seizoen eigenlijk al wel zien. Kijk vervolgens naar suspension. Dat is 8 op de front anti-rollbar en suspension. En 3 op de rear suspension en anti-rollbar. De front ride height staat op 3 en de rear ride height staat op 4. Dat is standaard en dat is met een hele kleine reek. De brake pressure op 100% en de front brake bias op 50%. Ik moet hierbij wel zeggen, ik race met ABS aan. Hou daar dus rekening mee. Doe jij dat niet, dan zul je hier wel wat aan moeten sleutelen om te kijken wat het beste bij jou past. Vervolgens rijden met een relatief hoge bandendruk. Dat kan hier, want Paul Ricard legt relatief nieuw asfalt. Dus de bandendegradatie valt hier relatief mee. En gewoon met een hoge bandendruk zorgt er gewoon voor dat je input wat directer vertaalt op het circuit. Gaan we racen. Oké, we zijn daar goed uit de start gekomen. Altijd een beetje chaotisch. Hier Paul Ricard. Een klein kusje bij Carlos Sainz. En nu rijden ze toch wel even hard bij me weg. Dus gebruiken we wel even de ERS om aan te kunnen haken. Hier goed vroeg opshiften voor maximale grip. En dan gaan we de eerste pakken. Althans, we gaan onze aanval plaatsen. Dan hadden we de ERS voor nodig. En dan zitten we achter ons teamgenoot George Russell. Sorry George. De eerste seizoen zelf was je inderdaad de sterkere. Maar het tijdperk van Lewis Hamilton is aangebroken. Hop,
kleine beweging naar... Zag je dat? Ik probeer hem nog ruimte te geven. Voor mij persoonlijk bijna heel erg duur te staan. Bandjes hebben het ook even zwaar. Dan gaan we proberen de aansluiting te vinden met Checker Perez natuurlijk. We zitten hier in de slipstream, niet te veel RS gebruiken, want die hebben straks nog brood nodig. Ik denk dat we hem hier gaan pakken. En dan is het een herhaling van onze inhaalmanoeuvre op Carlos Sainz. En dan hebben we de raceleider in het vizier. Mercedes is natuurlijk de laatste tijd goed bezig, maar... Of ze zich ook zo zullen mengen in de strijd, dat valt natuurlijk nog te bezien. Oppassen wel voor die curve, want die zorgt voor aardig wat onbalans in de auto. Okay, DRS is now available. Nu vooral in de slipstream blijven. Hier gaat onze eerste kans komen. Toch niet? Dan pakte ik iets te veel curb. We zagen de auto, vond het niet leuk. Ons enige doel is vooral binnen die DRS blijven van... ...van Charles Leclerc. Weer wat dichterbij door de DRS natuurlijk. Nu moet het gaan lukken. Hoop ik. We hebben hem te pakken. Vergt het toch wel even wat ballen. Er was weinig ruimte daar. Toch komt hij weer akelig hard dichtbij. Mooi technisch gedeelte hier. Hier gaan we iets te langzaam. Iets te langzaam, zeg maar gerust veel te langzaam. Vroeg opshiften. En nu dat gat proberen te trekken. Maar meer dan een seconde. Hij zit in ieder geval weer binnen een seconde.
Als hij nog iets wil, moet hij het hier doen. Knijpen wij onze laatste batterij uit. Komt wel hard dichtbij. Dit moet geen probleem zijn. Het is een half seconde nog, maar... niet te vroeg rijkrekenen natuurlijk. Hier moeten we maar wat defensiever gaan rijden. Binnenkant bocht houden, zoveel mogelijk in ieder geval. Klein touché, zie, dat bedoel ik. Daar probeert hij naar binnen te kruipen. En hier laatste bocht, ERS. En we trekken hem los en we halen die overwinning binnen. Lewis Hamilton, vanaf P5. Hier op Paul Ricard. Het was toch nog even aardig spannend tot op het einde. Driver of the day natuurlijk. Dat moet ook wel wanneer je vanaf P5 komt en de race wint in een korte sprintrace. Ik moet zeggen, ik ben erg tevreden over deze setup. Mocht jij een betere setup hebben, laat het weten hieronder in de comments natuurlijk. Maar dit is precies de setup die ik nodig heb. Genoeg stabiliteit, dat is voor mij heel erg belangrijk. Zeker om consistent te zijn tijdens een race. Maar ook genoeg topsnelheid. Maar ook dat je nog genoeg grip weet te vinden tijdens de low speed corners. En ik denk dat dit hem is. We zijn hiermee eerst geworden. Dit is de setup die ik ga gebruiken voor aanstaande zondag. In de F1 22 League. Om 8 uur racen we die. Dus mocht je dat willen zien. Live op twitch.tv/coastgk. En het wordt de hoogste tijd dat ik een keer een race ga winnen. Want ik sta nog droog dit seizoen. Ik had natuurlijk een grote kans in Canada. Grote kans in Baku. We weten allemaal hoe dat is gegaan. En ook afgelopen race in Oostenrijk. Helaas. Vanaf de laatste plaats begonnen. Gelijk al vroeg in de race gespint. Weer laatste plaats. Weer naar voren gereden. Derde geworden helaas. Maar wellicht dat het hier op Paul Ricard gaat lukken. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Ik hoop jou zondagavond te zien om 8 uur. En wat ik zei, heb je een betere setup? Drop hem hieronder in de comments. En dan ga ik hem zeker even checken. Voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Check je later. Ciao.